Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe Disney Pixar film Lightyear. Natuurlijk is dit dus de spin-off van de Toy Story films. En ik kijk hier eigenlijk al naar uit sinds de opening van Toy Story 2. Want die scène waarin we dus de Buzz Lightyear videogame zagen, waarin die het dus opnam tegen Zurk en zo, dat vond ik altijd een van de tofste dingen in die Toy Story films. En deze film opent dus ook met de tekst dat het Buzz Lightyear speelgoed gebaseerd was op een film binnen dat Toy Story universum. En dat dit dus de film is die Andy ooit gezien had. Maar ja, ik had hoge verwachtingen voor deze film, maar ik ben blij om te zeggen dat hij zeker niet teleurgesteld heeft. Deze film is gewoon echt super vermakelijk. En eigenlijk vanaf het begin van deze film is het gewoon volop een science fiction film. Ik dacht juist dat ze het een klein beetje meer realistisch zouden beginnen. Maar zoals je dus al in de trailer gezien hebt, belandt Buzz Lightyear dus samen met een groep andere Space Rangers ergens op een verlaten planeet. En het is dus aan Buzz Lightyear om een bepaalde methode te vinden waarmee ze vloeistof kunnen maken waarmee ze hyperspace in kunnen gaan. En hoe hyperspace eruit ziet in deze film is dus ook gewoon precies hetzelfde als in Star Wars. Het heeft ook wel een beetje een Star Wars gevoel, deze film. En ik moet wel echt toegeven dat deze film op een aantal vlakken totaal een andere richting opging dan dat ik van tevoren verwacht had. Het plot heeft wat mij betreft echt zeker een aantal hele toffe verrassingen in zich. En het neemt dus bepaalde turns die ik gewoon niet zag aankomen. Natuurlijk zit er toffe actie in, is het grappig, is het gewoon goed in elkaar gezet en zo. Maar het is oprecht ook emotioneel en best wel diep. En verbazingwekkend genoeg, vooral als het dus op Buzz Lightyear zelf aankomt. Hij heeft echt een hele diepe arc, een hele goede progressie. En hij maakt oprecht ook wel heftige dingen mee. Dingen die hem dus ook best wel traumatiseren en dat hij daar dus ook wel echt overheen moet komen. En er zit dus ook een soort van grote twist richting het einde en ik dacht dat ik die ook al zag aankomen, maar zelfs die ging dus een hele andere richting op. En na het kijken van deze film sta ik dus ook zeker open voor nog meer Lightyear films. Ik denk zeker dat dit het begin kan zijn van een nieuwe franchise. En het lijkt me dat Disney het daarop volledig met me eens is, want er zitten dus maar liefst 3 after credit scenes in deze film. En het einde van de film zelf is dus ook nog wel een beetje open op een bepaalde manier. Dus dat was al genoeg om te denken dat er nog een vervolg achteraan kan komen. Maar van de 3 after credit scenes zijn er dus 2 meer gewoon grapjes en eentje is wel om een vervolg op te zetten nog. Maar ja, ik moet ook wel zeggen dat Chris Evans gewoon goed werk geleverd heeft als Buzz Lightyear, als de stem van hem. En het is zeker wel anders dan de originele stem, maar die originele stem die hoorde wat meer over de top te zijn, omdat het dus de speelgoedversie is. En het is ook niet onrealistisch dat speelgoed een andere stemacteur gebruikt dan de acteur die in de film zit. Maar buiten Buzz is zijn partner Hawthorne ook zeker een heel erg interessant en tof personage. En daar zit dus ook wel wat meer achter dan dat je van tevoren weet. Maar bijna iedereen heeft het over Sax, de robotkat. En dat is ook wel echt met goede reden. Hij is gewoon een van de beste personages in deze film. Want niet alleen is hij super schattig en heeft hij gewoon heel veel komische momenten. Hij voegt ook oprecht wat toe en hij is ook gewoon nuttig in het verhaal. Maar door de film heen krijgt Buzz dus op een gegeven moment ook gewoon een andere squad van Space Rangers om zich heen. En die squad is ook zeker wel gewoon tof. Je gaat ook wel gewoon allemaal geven. Eentje daarvan wordt ook ingesproken door Taika Waititi. En ik wist dus niet eens van tevoren dat hij in deze film zat, maar ik hoorde het gewoon overduidelijk terug. En ja, er was dus ook een klein beetje ophef over deze film, omdat hij dus ook verbannen is in een aantal landen, omdat er wel een lesbisch seizoen in zit. Maar ik moet wel zeggen dat dit wel echt de minst extreme vorm van propaganda is die ik heb gezien tot nu toe. Hier kan je denk ik niet echt te beledigd over raken. En het is ook niet alsof het verhaal er echt een grote nadruk op legt. Het komt gewoon voorbij en het voelt gewoon heel natuurlijk. Het is niet echt geforceerd. Maar ja, tegelijk moet je ook wel begrijpen dat niet elk land zo progressief is als dat we hier zijn in het Westen natuurlijk. Dus het is aan hun om daar keuzes over te maken. Want het is natuurlijk wel grappig dat de acteurs van Lightyear zich wel daarover uitspreken, maar niet over wat er aan de hand is in China en wat Disney daar allemaal mee doet. En na het zien van de trailer moest ik ook een beetje denken aan First Man met deze film. En in bepaalde vlakken is dat ook nog steeds wel waar. Want als ze dus de ruimte ingaan of ze gebruiken gewoon spaceships, dan voelt het ook echt realistisch. En alsof ze gewoon iets heel gevaarlijks aan het ondernemen zijn. En vooral wanneer Buzz Lightyear dus ook in de cockpit zit en echt gewoon gevaarlijke manoeuvres moet doen en zo, deed het me gewoon bijna denken aan Top Gun Maverick, wat wel echt een groot compliment is. Ik vind het dus ook jammer dat ik de film niet in IMAX kon zien, want dit is de eerste Pixar film die echt specifiek ontworpen is voor IMAX. Maar hier draait voorlopig dus nog steeds alleen Jurassic World. Maar ja, misschien is er over enkele weken een bepaalde periode
periode waarin deze ook in IMAX gaat draaien voordat de volgende grote film uitkomt. Waarschijnlijk The Store. Want ik vond deze film gewoon echt een super tof avonturenverhaal hebben. Het is gewoon heel leuk en goed in elkaar gezet. Maar het is niet per se een van Pixar's meest emotionele of meest diepgaande. Maar dat zegt ook zeker wel wat. Dit is gewoon familievriendelijk entertainment. Maar qua animatie, geluid en effecten en zo is dit wel echt een hoogstandje voor Pixar. Het is gewoon wel echt een visuele ervaring. En ik moet het ook nog wel even hebben over Zurk. Want hij was dus altijd al een van mijn favoriete slechterikken. Ondanks dat hij echt bijna niks doet in de Toy Story films. Ik vond hem er gewoon cool uitzien als kind. En ik ben zeker wel tevreden met Zurk en hoe die dus is neergezet in deze film. Ondanks dat er dus nog wel het een en ander te bespreken is over hem in een eventueel spoilergedeelte. Maar ja, ik ben blij dat ze hem dus niet gewoon een directe kopie van Darth Vader gemaakt hebben. En hem in deze film gewoon een eigen verhaal geven. Maar ja, de film draait nu dus in de bioscoop. En wat mij betreft is het zeker een aanrader. Helemaal als je bent opgegroeid met Toy Story natuurlijk. Maar heb jij Lightyear al gezien of ga je dit weekend? Laat me weten wat jij ervan vindt in ieder geval. Bedankt voor het kijken naar mijn review en subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.